Zoals je misschien kan zien, staan hier allemaal spullen. Ga ik op reis? Nee, ik ga verhuizen. En mijn idee was eigenlijk om in deze video een paar tips te geven over waar je eigenlijk allemaal aan moet denken als je gaat verhuizen. Want eerlijk gezegd wist ik niet alles voor ik eigenlijk aan mijn onderzoek of aan mijn tocht naar een eigen appartement begon. Je gaat verhuizen, net als mij. Ik ga ook verhuizen. En er is zoveel waar je aan moet denken en waar je misschien op voorhand niet aan gedacht hebt. Dus een paar dingen waar ik zeker al wel van wist toen ik heb toegezegd op een appartement was. Oké, gas en elektriciteit, water, internet. Ja, dat zijn drie dingen die moet ik in orde brengen. Oké, goed. Maar hoe begin ik daaraan? Welke informatie heb ik nodig? Ja, dat soort dingen allemaal, dat wist ik nog niet. Ondertussen, ik verhuis morgen. Dus ik ga jullie ook zeker meenemen in het proces achteraf van oké, was nu alles wel in orde? Klopte het allemaal wat ik zeg? En achteraf, ja, van wat had er beter gekund, wat had ik beter kunnen doen? Enzovoort. Maar dus eerst even een opsomming van wat er zeker allemaal in orde gemaakt moet worden. Ten eerste, gas- en elektriciteitscontract. Waterdocument voor de watergroep, dat moet je invullen en in orde brengen. De verzekering voor brand- en waterschade, dat is een belangrijke. Een plaatsbeschrijving, dat moet gebeuren. Dan internetcontract, of misschien wilden jullie ook wel tv of zo, dan moet je dat ook in orde brengen. Uw domicilie plaatsen op het appartement of op het huis waar jullie gaan verhuizen, dat wordt waarschijnlijk ook gevraagd. En dan moet je uw huurwaarborg in orde brengen. Goed. Dus ik ga deze gewoon allemaal overlopen en in detail bespreken met jullie. Ik stel wel voor dat je dit allemaal pas begint te regelen als je contract echt ondertekend is. Dat gevoel had ik toch zo van oké, wacht. Ik wil wel echt zeker zijn dat we erin gaan. Ik wil dat het contract ondertekend is. En dan pas ga ik alles beginnen regelen. Dus dat was eigenlijk nog een stap voor één. Dat was stap 0. Uw huurcontract tekenen. En laat het ook zeker nalezen door iemand die je vertrouwt. Voordat je het tekent, zodat er niks in staat. Dat u dan later in de problemen zou kunnen brengen of zo. Oké, laten we beginnen bij het begin. Gas- en elektriciteitscontract. Ja, hoe begin je daaraan? Eerst en vooral heb je heel veel informatie nodig van je huurbaas. Zo moet je weten wat voor teller je hebt. Dat is heel belangrijk. Dus heb je een enkelvoudige teller, een dag- en nachtteller. En dan digitale teller of een terugtellende teller. Dat is wel heel belangrijk om te weten. Ook of er zonnepanelen zijn of niet. En als er zonnepanelen zijn, is het ook belangrijk om te vragen hoeveel die alle ongeveer gemiddeld opwekken. Hoeveel het er zijn. Dat kan u allemaal helpen. Ik kan ook alleen in mijn ervaring spreken, maar check zeker met uw huisbaas wat er nodig is. Dan wat je nog nodig hebt voor uw gas- en elektriciteitscontract, is eigenlijk het nummer van de meter. Nu, het kan zijn dat als je uw adres invoert in de website van de energieleverancier, dat er wel al komt te staan. Dat was in mijn geval zo. Dus ik gaf het in en voilà, mijn meterstanden, maar wel de nummers van hoe de meter heet, dat stond erop. Dus voor mij dat was handig. Ik moest niet eerst naar het appartement gaan of vragen aan mijn huurbaas van wat zijn de nummers. Maar het kan dat bij jullie natuurlijk wel zo het geval is. Dus dan is het belangrijk dat jullie dat ook vragen. En dan wat zijn de volgende stappen? Dus dan kun je best alles vergelijken. Er zijn echt heel veel websites die u helpen vergelijken. En dan is het aan u zelf om op al die websites in te geven van oké, dit is al mijn informatie. Bijvoorbeeld, terugtellende teller, tweevoudige meter. Mijn appartement heeft 1 slaapkamer. Is minder dan zoveel vierkante meter enzovoort. En dan gaan ze u een paar opties geven en is het gewoon aan u om te beslissen wil ik dat allemaal nakijken of niet, of ga ik gewoon een contract nemen. En als je dan het contract gekozen hebt, kun je simpelweg gewoon je informatie invullen en dan gaat het redelijk vanzelfsprekend verder. Dan gaan ze u opnieuw contacteren, eens je alles hebt ingevuld op een website, om naar de meterstanden te vragen. En in mijn geval, ik ga die meterstanden pas morgen bekijken en opschrijven, dus ik ga die dan pas dan ook doorsturen aan de energieleverancier die ik gekozen heb. Het lijkt wel allemaal best ingewikkeld, maar het valt wel mee. Uiteindelijk. Wat het beste is om te nemen, vast variabel. Ik ga heel eerlijk zijn, daar heb ik allemaal geen idee van. Dus daar kun je beter iemand anders zijn expertise om vragen, want dat weet ik zelf ook niet. Stap 2 is dan water. Wat moet je doen om te zorgen dat je met het water in orde bent? Dat is eigenlijk tot nu toe wat ik gevonden heb redelijk simpel. Dat heb ik ook zelf moeten vragen aan de huurbaas. En je moet gewoon zo'n document invullen van overname waterlevering.
Dus jij vult dat in, je huurbaas vult dat in, er staat op wat de meterstanden zijn ook weer opnieuw. Ja, je vult dat allebei in en je bezorgt dat terug aan de watergroep. En dan is dat ook in orde en betaalt je niet voor verbruik dat niet van u was. Dat zal ik ook weer later in de video zeggen hoe dat gelukt is, want natuurlijk, ik heb het nog niet ingevuld. Ik ga dat morgen doen, samen met de huurbaas. En nou, ik zal laten weten of dat in orde is. Het volgende dat belangrijk is om in orde te brengen is uw verzekering. Brand- en waterschade, dat gaan ze altijd vragen. Dit kun je dus doen bij een verzekeringskantoor. Of bij bijvoorbeeld uw bank gaat dat ook wel lukken. Dus als je bijvoorbeeld bij KBC bent, kun je ook wel eens vragen aan zo'n keten, die app van oké, ik wil graag een verzekering voor waterschade, brandschade. Dan gaat die u ook wel verder kunnen helpen, denk ik. Daar kan ik nog bij zeggen dat wij ook een familiale verzekering hebben genomen. Gewoon zodat we beschermd zouden zijn in het geval van problemen. Dat beschermt u ook tegen bijvoorbeeld rechtsbijstand. Allee, dat geeft u rechtsbijstand. Waardoor we ook verzekerd zijn voor, stel dat je problemen hebt met je huurbaas, met je contract, dat je wel kunt rekenen op een advocaat. De plaatsbeschrijving. Dit is iets dat eigenlijk in de meeste gevallen gedaan gaat worden door het IMO-kantoor, geregeld worden eigenlijk. En dan betaalt je bijvoorbeeld 340 of 350 euro daarvoor. En dan wordt dat door een professionele dienst gedaan. Ik ben heel niet zeker hoe dit werkt, want het zit zo dat wij met onze huurder het hebben afgesproken om het samen te doen. Zo ben ik geen 350 euro kwijt. Ja, dat is gewoon een beetje wederzijds vertrouwen in elkaar. We gaan gewoon allebei heel duidelijk moeten opschrijven wat er allemaal wel en niet werkt. Daar moet je dan wel op vertrouwen dat dat in orde gaat zijn. Ook dit is nog niet gebeurd. Dit doen wij op de dag dat we erin trekken. Dus dat zal morgen zijn. Dus ook daarvan kan ik jullie pas later in de video eigenlijk een update geven. Wifi, dat was ook redelijk simpel. Je kunt gewoon naar degene gaan, de provider die je graag wilt. Dus in België zijn er niet heel veel opties. Hè. Ik denk je hebt dan Proximus of Orange. Ik weet niet of dat twee verschillende dingen zijn of hetzelfde. Tegenwoordig ook Mobile Vikings. En dan heb je Telenet. En ja, we hebben voor Telenet gekozen. We zijn gewoon naar een Telenetwinkel gegaan en hebben daar gevraagd van ja, kunnen jullie ons helpen? Die hebben ons gewoon een modem gegeven, want dat ging op ons adres. Dat hangt er natuurlijk ook weer vanaf of dat gaat op je adres of niet. Maar we hebben dat 2 weken geleden al gedaan, dus we hebben die doos gewoon. We moeten die alleen nog maar insteken, alles installeren eigenlijk. En dan hebben we internet. Dan is dat in orde en dat begint pas vanaf dan te tellen. Dus dat was eigenlijk ook heel erg makkelijk. Dan is er ook nog uw domicilie plaatsen. Eerlijk gezegd, dat heb ik nog niet gedaan, want ik wil wachten tot ik er effectief woon. Dus ik verhuis morgenmiddag. Dus ik ga waarschijnlijk zondag dat aanvragen. Maar dit is iets dat moet binnen de 8 dagen na verhuis. En dat is ook gewoon belangrijk, zodat uw huurbaas geen leegstand heeft. Dat is ook een van de 2 die daar gaat wonen, moet dat doen. Maar wij gaan dat allebei doen. Weer onze namen staan allebei op het contract. Dus dat is gewoon beter als we het allebei doen. En ja, dat is ook gewoon via de website van de bank. Dat kan via It's Me. En dan moet je daar langs gaan. Of dan komt er een wijkagent langs bij u om te kijken of je daar echt woont. Dit heb ik nog niet gedaan. Dus daar ga ik ook jullie later in de video over moeten brieven. Voilà, dan nog een heel belangrijke huurwaarborg. Dit is iets waar ik altijd van uitging. En dat is niet zo slim van mij natuurlijk. Maar dat gewoon op de rekening kwam te staan van de huurbaas. Maar dat is niet zo. Dat wist ik niet. Het is zo dat als je huurt, dan moet je een nieuwe rekening aanmaken die dan vastgezet wordt door de bank. Dus je moet echt naar je bank gaan of een afspraak maken met je bank of via het internet het doen, afhankelijk van of je met 2 of 1 persoon bent. En een huurwaarborgrekening aanvragen. Nu, in mijn geval, ik ga samen wonen met mijn lief. We zijn met 2. Het huurcontract staat op beide namen. Dus wij moesten naar de bank gaan, een afspraak maken bij de bank, zodat zij ons konden helpen. Want wij konden dat niet alleen doen via de computer. Als je alleen bent, of het contract staat alleen op uw naam, dan kun je dat waarschijnlijk gewoon via de website van uw bank doen, de app van uw bank. Dan is dat waarschijnlijk op die manier in orde. Dus dat is wel iets waar je rekening moet houden en niet zo dom zijn als mij. En het geld naar je huurbaas sturen, die dan moet zeggen nee. Je moet dat op een geblokkeerde rekening zetten. Ik denk dat dat het ongeveer is. Dan ga ik jullie nu een beetje meenemen in de verhuis zelf. Voilà, hier zijn we dan
een week later in het appartement en ik zal even heel snel overlopen wat er allemaal wel goed was, wat er niet goed was. Oké, het internet. Dus we hebben de modem geïnstalleerd. Ik zal even tonen waar dat was. Ik ga het heel mijn huis kunnen zien. Dus dit. Dus je moet dan zo die coaxkabel daarin steken en dat in een... Ook in het stopcontact steken. En dan werkt dat. We hebben dat in het weekend meteen ingestoken. Dus we zijn er zaterdag ingegaan. En ik dacht, dat gaat meteen werken. Maar mijn account was dan pas geactiveerd eigenlijk op maandag. Dus we hadden heel het weekend super traag internet. Wat ons een beetje zorgen baarde. We dachten al, we gaan hier maar 1 megabyte per seconde snelheid hebben. Maar eens mijn account geactiveerd was... is het eigenlijk in orde gekomen en hebben we nu echt super snel internet. Dan elektriciteit en gas. Dat moest ik dus nog doorgeven en ik had dat dan online proberen doen. Maar dat was niet meteen gelukt, want er stond zo dat ik het via de klantendienst moest doen. Dus dat heb ik dan gedaan. Ik heb naar de klantendienst gebeld en dat is nu ook in orde. Het is niet zeker natuurlijk dat dat bij iedereen zo zal zijn. Maar bij mij was het dus nodig om de klantendienst te contacteren. Voor de watergroep, ik heb dat document ingevuld en doorgestuurd. Ik heb een bevestiging gehad dat het verzonnen is. Voor de rest heb ik daar nog niks over gehoord. Ik denk dat dat wel in orde komt. Domicilie, dus we zijn naar de website van de gemeente gegaan waar we nu wonen. Daar hebben we via de dienst bevolking dat ingevuld. Dat was heel simpel. Dat is echt niet zo moeilijk. Dan zou er nu normaal gezien nog een politieagent moeten langskomen. Maar die laten dat niet weten op voorhand wanneer ze langskomen. Die zijn nog niet langsgekomen, dus dat moeten we nog zien. Maar ik denk dat dat ook gewoon even kort een babbeltje gaat zijn, dat die weten dat je hier effectief woont. De plaatsbeschrijving, die hebben we samen gedaan met de verhuurder. We hebben gewoon van alles zeker foto's gemaakt, alles getest, alles opgeschreven en foto's van gemaakt. En of dat in orde gaat zijn, dat weten we natuurlijk pas als we... hier betrekken. Moest er nog iets veranderen, dan zal ik het in de comments laten weten. Laat me zeker weten of je het een handige video vond, of er dingen ontbreken. En ik zal in de beschrijving ook nog een link zetten naar het document voor de watergroep. Dan hebben jullie dat ook in één keer. Alright, merci voor het kijken. Als je meer van deze soort video's wilt zien, abonneer. En misschien tot de volgende keer. Bye!